Neem de escape chair van de wand en zet deze voor u neer, zodanig dat u de standaard met wieltjes kunt zien. Plaats uw voet op de onderste beugel. U trekt de hendel nu omhoog. Trek de hoofdsteun naar beneden. Deze veiligheidsriemen maakt u los door op de zijkanten van de gesp te drukken. Vervolgens trekt u een van de glijriemhouders naar u toe. Hierdoor zal de zitting uitklappen. Plaats uw voet op de standaard en trek deze standaard naar achteren. Maak de veiligheidsriem vast. Voor het comfortmodel klapt u de armleuningen naar beneden en de voetensteun uit. Houd de escape chair vast met uw handen aan de zijkant van de hendel en loop vervolgens naar het noodtrappenhuis. Bij het noodtrappenhuis, nog voordat u bij de trap aankomt, klapt u de standaard met wieltjes naar binnen met uw voet. Breng de stoel in balans en rij op de grote wielen tot op de eerste treden van de trap. Zodra de stoel op twee treden rust, verplaats u uw handen van de zijkanten naar de bovenkant van de hendel. Vervolgens glijdt u verder, in dezelfde hoek als de trap. Houd uw handen naast elkaar en duw in de richting van uw voeten. Zo bepaalt u de snelheid. Bij zeer steile trappen adviseren wij u om met twee hulpverleners te werken. Breng de stoel in balans en rijd met de grote wielen naar de volgende trap toe. Rij de evacuee naar de verzamelplaats.